deze winterse lentedag zijn we bij muziekvereniging Sint Radboud in het mooie Ketel. Vrijdag gaat namelijk de kindermuziekweek van start en Sint Radboud doet mee. Ik praat erover met dirigent en muziekdocent Richard Vrijhof. Wat is de kindermuziekweek precies? Ja, de kindermuziekweek, dat lijkt een beetje op de kinderboekenweek, zou ik maar zeggen. Precies een half jaar voor de kinderboekenweek, want die is altijd in oktober. En deze is het natuurlijk in april. De kindermuziekweek, het zegt het eigenlijk al, kinderen die muziek mogen maken. En dat kan natuurlijk op school gebeuren of thuis. Kortom, het is een fantastisch leuk initiatief waarbij kinderen worden uitgedaagd om muziek te maken. Het is nog allemaal moeilijk in deze coronacrisis, dus het zal wel weer digitaal zijn. Ja, dat klopt. Helaas is het zo, maar de tekenen gaan de goede kant uit. En we hebben binnenkort de mogelijkheid om steeds meer uit te breiden. Dus we hopen op snel beter. Wat voor muziekstijlen worden er gebruikt bij de muziekweek? Bij de muziekweek worden eigenlijk alle stijlen die je maar kunt bedenken worden gebruikt. Popmuziek, klassieke muziek, Latijns-Amerikaanse muziek, muziek uit vreemde landen, kan ook natuurlijk. Alle culturen waar muziek in gemaakt worden samengebracht. En dan kun je fantastische mooie optredens misschien wel gaan zien. En is het dan muziek luisteren of is het muziek maken? Allebei. Absoluut. En zelfs dansen, las ik. Ja, dat kan ook. Maar dan wel muziek maken en dansen. Misschien of dat samen een goede combinatie is, dat weet ik niet of dat altijd lukt natuurlijk. Maar ja, je kunt makkelijk zingen, want zingen is natuurlijk ook muziek maken. En zingen en dansen, dat kan natuurlijk altijd. Hoe kan je meedoen? Nou, eigenlijk is het heel simpel. Ga naar de website van Radboud, www.sintradboud.nl. En daar staat precies op hoe je mee kunt doen aan de Kindermuziekweek. En de Kindermuziekweek is voor iedereen toegankelijk, voor alle kinderen van alle basisscholen in Schiedam. Het is eigenlijk heel simpel. Je kunt op de website lezen hoe het werkt. Je kunt daarbij een track, een mooi begeleidingsliedje, kun je downloaden. En daarmee kun je dus meespelen, want de partijen staan ook op internet. En uiteindelijk gaan al die inzendingen samengevoegd worden tot één fantastisch mooi resultaat, één mooi filmpje. Nu bent u muziekdocent en dirigent hier bij Sint Radboud. Ja, dat is natuurlijk moeilijk in deze tijd, want al een jaar lang mag het bijna niks. Nee, ja, het is natuurlijk echt, je moet het lange adem hebben, laat ik het zo zeggen, en het geduld om weer met de kinderen natuurlijk weer muziek te mogen maken. Maar ja, het gaat de goede kant uit, laten we het zo zeggen. De cijfers worden beter, gunstiger en we zijn sinds 2 weken weer open voor de jongste kinderen van onze vereniging. Radboud heeft een aantal orkesten, toporkest, maar daaronder hebben we nog het leerlingorkest en een samenspelgroep. En die laatste, die is weer begonnen en dat zijn de meest jonge muzikanten van de vereniging. Dat zijn ook de jongsten natuurlijk ook van de vereniging en die mogen gelukkig weer samen met elkaar muziek maken. Maar het volwassenenorkest natuurlijk niet en nee. De ouderen. Lopen die nu ver achter of gaat het wel meevallen dadelijk? Nou ja, we hopen natuurlijk dat ze allemaal keihard thuis oefenen. Maar ja goed, het samen spelen, het samen musiceren, ja dat missen we natuurlijk allemaal. En je kunt natuurlijk thuis kun je heel goed blijven oefenen. En dat je de vaardigheid in het bespelen van je instrument, dat je dat nog wel onder de knie houdt. Maar ja, het samen musiceren en het verenigingsleven wordt natuurlijk wel heel erg gemist. Verheugt u zich al op een hele mooie muzikale zomer en herfst? Absoluut, absoluut. Ja, wie niet eigenlijk, hè? En zijn jullie al plannen aan het maken? Plannen aan het maken zijn we altijd. We zijn even toch nog afhankelijk van de cijfers. En hoe snel dat het is, of het nou vlak voor de zomer kan of na de zomer, dat je weer met elkaar kunt musiceren. Ja, dat is natuurlijk heel belangrijk, want je moet natuurlijk toch wel weer zeg maar wat kilometers maken, wat spelmomenten hebben. Je moet weer oefenen met elkaar om uiteindelijk weer een mooi concert te kunnen geven. Maar dus gaan we lekker oefenen? We gaan absoluut weer lekker oefenen.